Overal waar zich meerdere mensen langere tijd in een gesloten ruimte bevinden, bestaat een verhoogde kans op besmetting met griep, corona of andere virussen. Deze kans is het grootste in de winter, in ruimte met een lage luchtvochtigheid. Als iemand ademt, hoest of niest, verspreiden zich duizenden druppeltjes die mogelijk geïnfecteerd zijn. Deze kleine druppeltjes noemt men aerosols. Aerosols zijn een mengsel van vaste en vloeibare deeltjes. Deze zwevende druppeltjes kunnen, afhankelijk van hun grootte en gewicht, urenlang in de lucht blijven rondhangen en kunnen zich zelfs mogelijk met de ventilatie doorheen het hele gebouw verspreiden. Op het moment dat de aerosoldruppeltjes de luchtwegen van een zieke persoon verlaten, komen ze met bijna 100% waterverzadiging in de veel drogere binnenlucht terecht. Hier krimpen de vochtige zoute druppeltjes in een fractie van een seconde naar de helft van hun oorspronkelijke afmetingen en verliezen ongeveer 90% van hun gewicht als gevolg van waterafgifte door verdamping. Omdat de aerosolen zoveel vocht afgaven aan de droge binnenlucht, ontstaat een abrupte kristallisatie van de zouten die ervoor zorgt dat de virussen veel langer actief en besmettelijk kunnen blijven. Op die manier veranderen dus de waterrijke natte aerosolen in droge aerosolen met heel veel actieve virussen erin. Bij inademing van deze droge aerosolen zorgt de hoge vochtigheid in de luchtwegen ervoor dat de gekristalliseerde zouten als gevolg van waterabsorptie weer worden opgelost. De besmettelijke virussen komen dan vrij op de slijmvliezen van de luchtwegen om zodoende in de slijmvliescellen binnen te dringen en infecties te veroorzaken. Als je er dus voor zorgt dat de luchtvochtigheid in een ruimte boven de 50% ligt, maak je bijna geen kans meer op besmetting.